Zo. Vertrekken we van de camping in San Feliciano. Del Pini. Op naar Assisi. Van Del Pini naar Assisi. II. Vandaag naar Assisi. Dat betekent één heuvel. Die komt met een paar kilometer. En bij een buurt van Prusia. We hebben nog een flinke stevige berg. Nou ja, we moeten vandaag Assisi halen. Want maandag hebben we de boot naar Split. Flink boven het maaiveld. Dit was de eerste serieuze top van vandaag. Zo'n 200 meter boven waar we begonnen. Een klein slaperig dorpje, dit heet inmiddels al Umbria. Nog te vroeg voor een koffie. Ja, het is nooit te vroeg voor een koffie, maar dan blijf ik bezig. Dat is stevig rennen. De stijl. Nou, de laatste 10, 15 kilometer, 20. Nou, dat is bijna deze hele rit dus, tot nu toe. Is van stad naar stadje, naar stad. Fabrieksterrein. Grote ziekenhuizen. Het is allemaal dus de hoofd in Prusia. Het ene kaartje zegt dat ik er ben. Mama. Het andere kaartje zegt dat ik nog moet stijgen. Nou ja. Het zal nooit veel zijn. Het regende een beetje. Nu is het weer hoog. Stad uit is heel wat steiler dan stad in. Een klein beetje omhoog. Kijken waar we uitkomen. Overal hangt onweer. Nou, laten we hopen dat er voor het regen in de Assisi zijn. De route was hoog, maar niet overdreven steil.
Net had ik een bult, het was niet hoog, maar wel overdreven stijl. Dus het kan verkeren. Het regent. Dus dat maakt het de ene kant makkelijk. Want je wordt automatisch wat beter gevoeld. Aan de andere kant, ja. Regen is regen. Ja, volgens boeking hier zo omhoog. Het is gewoon veel te stijl. Biertje gehad. En nu moet ik eens zien een weg naar boven te krijgen. Net al een paar trappen moeten nemen. Nou, dat is dus helemaal niet, maar ik ben nu wel heel dichtbij. Ah, perfect.